Ik sta hier nu bij Jessica van Manpay. En waar staat Manpay voor? Manpay staat voor Membership Payments. We hebben een cloud-based subscription platform ontwikkeld. Waar we eigenlijk alles omtrent abonnementen kunnen realiseren. Wat voor type abonnementen moet ik aan denken? Nee, je kent ongetwijfeld Bolt King HelloFresh. Ja, Bolt King van de scheermesjes en HelloFresh van de foodboxen. Klopt inderdaad. Nou ja, wij willen juist de ondernemer die nu al een webshop heeft op het gebied van eenmalige transacties, wat zich ook leent voor een abonnementstructuur, willen wij de mogelijkheid geven om abonnementen aan te gaan bieden. Oké, en wat voor type producten kan ik aan denken? We hebben luisteraars en misschien ook wel kijkers en die hebben een dienst. Bij wat voor diensten moeten ze over jullie en over memberships gaan nadenken? In feite kan het bij alles. We hebben bijvoorbeeld een webshop in woonaccessoires voor Riverdale. Nou, die heeft een must-have pakket en abonnementen. Dus dat is een hele creatieve vorm van abonnement. Ja. Uiteraard kun je ook denken aan verzorgingsproducten. Noem tandpasta, shampoos, andere levensbehoevende middelen. Voedsel bijvoorbeeld, maaltijden. Eigenlijk kun je het zo gek maken als dat je zelf wil. Vaak is de ondernemer zelf het meest creatief in het bedenken van een leuke abonnementsvorm. En digitale producten? Ook, absoluut. Je hebt bijvoorbeeld SEO-dienstverleners of andere hostingdienstverleners. Dat is ook allemaal handig voor een abonnementsmodel. Welke alternatieven heeft een ondernemer als ze nu membership payments willen ontvangen? Hoe werkte dat voordat jullie bestonden? Normaal gesproken kun je gebruik maken van de normale PSP'er. De betalingen aan zich zijn niet zo heel moeilijk om uit te voeren. Het grote nadeel is alleen dat je daar met import en exports werkt. En je dus handmatig moet gaan controleren, zijn mijn betalingen wel binnen? En wat Manpay daarin doet, we hebben een volledig geautomatiseerd platform. Dus wij controleren in real-time of jouw klant betaald heeft. En zo niet, dan volgen we ook het traject op door middel van herinneringen en aanmaningen bijvoorbeeld. Oké, ik kan me ook voorstellen dat als ik nu nog wil incasseren, dan moet ik naar de bank en dan moet ik een CEPA-overeenkomst afsluiten. Dan moeten die mensen tekenen. Dan moet je controleren of dat klopt. En dan moet je, als je je klant een beetje wil helpen, dan verstuur jij namens die klant die documenten naar hun bank toe. Best een gedoe. Hoe lossen jullie dat op voor de klant? Nou, omdat wij zelf de partij zijn die incasseert voor de klant of de payment service provider waar wij mee samenwerken, hoeven ze dat stuk zelf helemaal niet meer te regelen. Ze gaan eigenlijk een contract met ons of de PSP'er aan en geven daarmee de machtiging dat zij mogen incasseren voor deze partij. En daar wordt altijd de bedrijfsnaam die incasseert in zaken dan de merchant genoemd. Zodat het ook duidelijk is voor de abonnee dat het wel om dat abonnement gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie geen doen is om met al die klanten van jullie klanten CEPA-overeenkomsten aan te gaan. Maar want jullie gaan toch incasseren, daar zal een overeenkomst moeten zijn. Hebben jullie daar, ik zie hierachter hebben een heel groot scherm met Manpay in 4 stappen. En dat begint bij simpel abonneren en daar zie ik toch een ideal knopje bij staan. Terwijl de volgende stap is automatisch incasseren. Vertel. Ja, inderdaad. Wat we doen bij het aangaan van een abonnement is een eerste ideal betaling bij de eerste termijn. Dat is de meest standaard versie. Uiteraard geldt dat niet als incassomachtiging. Dus wat we daarbij nog meer doen is bijvoorbeeld een mandaat vragen door middel van een sms-verificatie. Het aanvinken van de abonnementsvoorwaarden middels een vinkje. Of bijvoorbeeld een digitale handtekening met onze partner Sign2Pay. Uiteraard komen de banken ook met een eigen mandaatoplossing. Waarbij klanten zelf in hun bankomgeving kunnen inloggen en die incassomachtiging kunnen afgeven. Nou, op het moment dat elke bank dat aanbiedt, wat nu nog niet het geval is, zijn wij de eerste partij die daarop inspeelt uiteraard. Dat zou fijn zijn, hè? Als die banken dat nou eens gewoon allemaal op één manier zouden doen. Dat zou absoluut heel fijn zijn, ja. Want we zitten nu met de CEPA's, shit, we hebben een Rabobank klant en die moet het dan weer zelf in zijn internetbankieren omgeven. Maar dat bij jullie is dus allemaal geen last van? Nee, klopt inderdaad. Relaxed? Absoluut, dat is de bedoeling. We ontzorgen. Heel goed. Maar jullie verdienen ook. Waar verdienen jullie aan? Hoe ziet het verdienmodel eruit? Nou, eigenlijk uiteraard vragen wij zelf ook een fee per maand. We zijn niet voor niks een subscription platform. En daarnaast gaat het puur per transactie. Dus afhankelijk van de betaalmethode worden de transactiekosten gerekend. Automatisch incasso is een relatief goedkope betaalmethode. Ideal bijvoorbeeld ook. Maar kijk je naar creditcard of PayPal, dan zijn dat gewoon de marktconforme tarieven. Oké, dus er zit een subscription deel in, een terugkerend deel, gewoon fixed. En daarbovenop heb je een... Wat kost dat, fixed? Fixed kost standaard €19,95 per maand. En daarvoor heb je het platform en alles wat erbij komt kijken. En de rest is allemaal performance-based. Juist, klopt.
Jessica, nou hebben we natuurlijk steeds meer mensen die gebruik maken van platformen als WordPress in combinatie met OS Commerce, WooCommerce, dat soort systemen. Is Manpay er allemaal gewoon op aan te sluiten? Klopt inderdaad. We hebben Magento module ontwikkeld, WooCommerce WordPress module ontwikkeld. En we zijn ook in Lightspeed gekoppeld, wat voorheen SEOshop was natuurlijk. Dus daar kunnen klanten gewoon gratis gebruik van maken. Die plugin die stellen jullie kosteloos beschikbaar? Klopt. Bij SEOshop in dit geval is dat wel €19,95 per maand. Daar zit meteen een abonnementsprijs in. Maar de rest stellen wij gratis beschikbaar. Oké, nou Jessica, ik vind het een helder verhaal. En heb ik nog één vraag voor je. Heb je een managementboek of een businessboek waarvan je zegt, die zou iedereen gelezen moeten hebben? Op het gebied van subscription ben ik hem nog niet tegengekomen. Ik ga waarschijnlijk de eerste zijn die publiceert. Dat is de doelstelling. Ik heb wel ooit gehoord over schaamteloos delegeren, welke nu bij ons intern de ronde gaat. Dus dat is misschien wel een goede aanbeveling voor de managers onder ons. Ga ik lezen, dankjewel.